welkom bij deze nieuwe video. Ten eerste, let niet op mijn make-up, want ik heb net een andere make-up video gemaakt. Dus vandaar dat ik nou een beetje een heftige aparte look op heb. Ik ga vandaag mijn skincare la opruimen. Ik heb een hele la helemaal vol met producten die ik eigenlijk nog niet gebruiken. Het is mijn backup, dus wanneer er iets opgaat van wat ik al gebruik, dan kan ik een andere pakken. Maar het is nou zodanig veel dat ik het even wil gaan ordenen. Even zien wat ik nou precies heb van elke productcategorie en zo. Dus ik sta nou ook hier in mijn slaapkamer. Dat is een andere kamer dan waar ik mijn make-up video's opneem. En hier is mijn hele la waar dus alles in zit. En ik weet dus ook niet meer echt precies wat ik nou allemaal heb. Dus we gaan even samen bekijken wat ik heb en wat er gewoon weg kan, wat ik gewoon te veel heb of ja, het is al heel oud en dat soort dingen. Wat ik weg doe, het is allemaal nieuw, dus het gaat of in een winactie of het gaat naar mijn moeder toe. Dus het is of voor jullie of voor mijn moeder, een van de twee, maar dan moet ik het zo meteen even bekijken. Ik wilde dit gisteren al gaan doen, maar ik weet dat jullie opruimen video's altijd heel leuk vinden, dus ik dacht ik wacht even een dag en dan maak ik er gewoon een video van. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vinden, dus laten we snel gaan beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we beginnen. Oké, dit is dan de la waar alles in zit. In die andere twee zit andere shit. Dus ik ga hier deze la helemaal opruimen. En hij is nou ook zodanig vol. Hij is ook best wel zwaar dat elke keer wanneer ik hem open doe, bijna dit hele ding omvalt. Dus ja, het moet echt worden opgeruimd. Kijk, hij is echt super vol. Hij gaat bijna niet meer open. Oh my god. Ik ga hem er gewoon even helemaal uithalen. En dan kunnen we ordenen. Oh nee mensen, hij kan er niet helemaal uit. Dus ik ga gewoon even alles op de grond pleuren. En dan kunnen we ordenen. Oké mensen, ik heb dus alles eventjes hier op mijn tapijtje dingetje gezet. Dus ik ga eerst om te beginnen alles gewoon bij de categorie zetten wat het is. Ik heb ook echt een heleboel van Pixie. Omdat ze mij die altijd opsturen. Oké, ik heb hier van Pixie heb ik een olietje. Deze doe ik gewoon bij categorie serums. Dus deze gaat even hier. Ik heb hier, even kijken, ook van Pixie. Dit is een crème, dus die gaat gewoon bij de crèmes. Ik heb hier van CS een face gel om je gezicht mee schoon te maken, je make-up. Dus die gaat bij de gezicht schoonmaak categorie. Ik heb hier van Glam Glow ook een gezicht cleaner, dus die kan daar ook bij. Ik heb hier van Webbekos ook een gezichtcrème, die kan bij de crèmes. Van Clinique heb ik hier ook een gezichtcleaner. Dus die kan ook bij, bij de gezichtscleaners. Van Olaz heb ik hier ook weer een serum. Dus die kan ook bij de rest. Ik heb hier van Pure heb ik een gezichtolie. En die is om je make-up eraf te halen met olie. Dat vind ik heel erg fijn. Ik gebruik nu ook een gezichtolie. Dus deze vind ik echt top. Die ik hier vast heb is te koop bij Easy Paris. En is ook niet super duur. Dus die gaat ook bij de gezichtscleansers. Ik heb hier van Pixie een tonic. Dus die gaat bij de tonics. Van CS heb ik hier een hyaluronic capsule. Oh ja, ja. Even kijken. Die doe ik gewoon ook bij de serums. Dan heb ik hier van L'Occitane heb ik een watergel cleaner. Dus ook om je gezicht schoon te maken. Ik heb hier nog iets van Clinique Exfoliate. Wat is dit dan? Een exfoliator of zoiets. Maar er staat ook op twee hier. En er staat het is een 3-step skincare. Maar waar is dan step 1 en 3? I don't know. Ik denk dat ik deze doe bij tonics. Van Pixie heb ik hier ook een gezichtscleaner. Ik heb hier ook van Pixie een hele grote tonic. Ook hier met mijn naam. Super cute. Deze had ik gehad. Eentje in het zo groot en ook nog twee kleine. De twee kleine heb ik eentje in een winactie gedaan en eentje aan mijn moeken. Dus die zit al in de winactie. En even kijken, dit ding hoort daarbij. Dus deze moet dan straks hierin. Ik heb van The Ordinary hier ook een serum. Dus die gaat bij de rest van de serums. Ik heb hier van Pixie ook nog zo eentje. Dus die gaat ook bij de andere serums. Van Pixie heb ik hier ook een crème. Dus die gaat bij de crèmes. Ik heb hier een scrub masker. Even kijken, dit is dus een scrub. Ga ik die apart doen nou jongens? Ja, ik maak ook een aparte categorie voor scrubs. Van Pixie heb ik hier nog een tonic. Dus die gaat bij de toners.
van Glam Glow heb ik hier een gezicht cleaner. Ook weer om je gezicht mee schoon te maken. Van Garnier heb ik hier de beste oogmake-up remover die er bestaat. Deze heb ik niet gehad. Deze haal ik gewoon altijd bij de kruidvat. Ik heb er al eentje en die is bijna op. En dit is mijn backup. Ze zijn ook best wel vaak 1 plus 1. Dus ik haal er nog altijd 2 afjes. Dus deze is echt geweldig. Oh, ik heb er hier ook 2. Niet gezien. Dus deze zijn mijn 2 backups. Heel veel van alle producten hier heb ik gehad in PR. Maar dit is echt iets wat ik gewoon echt koop. Het is echt fantastisch. Dus deze gaat ook bij de cleaners. Ik heb hier 2 producten van Webacols. Dit is een gezichtcleaner, deze blauwe. En dit is een toner. Dus deze gaat bij de tonics. En deze bij de gezichtcleansers. Nog iets van Pixi. Ik heb hier... Oh, nog een gezichtcleaner. Dus deze gaat ook bij de gezichtcleaners. Zoals je kunt zien heb ik een heleboel gezichtcleansers. Ik heb hier, ik weet niet wat voor brand dit is. Ik weet ook niet precies wat het is. Oh, dit is ook gewoon een toner. Dus die gaat bij die. Ik heb hier allemaal kleine mini dingetjes van Polar, Paula's Choice, L'Occitane. Ik heb er 2 van L'Occitane. Die 2 ga ik sowieso in een winactie doen. Dus die leg ik al weg. Paula's Choice, een scrub. Die is zo klein, maar is wel handig voor to go. Dus die gaat bij scrubs. En van Polar heb ik hier een nachtcreme. Is ook wel handig om te hebben, maar... Ik weet niet of ik die nog ga gebruiken. Maar whatever. Voor nu doe ik gewoon eerst alles in categorieën. En dan pas ga ik even zien wat ik hou en wat niet. Dit is voor je lichaam. Deze gaat ook in een aparte lichaamcategorie. Van Pixi heb ik hier nog een tonic. Ik heb hier Bior strips. Deze haal ik ook gewoon bij de kruidvat. Ik heb er 2, want die was ook 1 plus 1. En dit is mijn backup. Ik heb hier van Spa body scrub. Ook handig om te hebben. Van Pixi heb ik hier ook een gezichtcreme. Now B of zoiets heb ik hier ook een creme. Van Rituals heb ik hier ook een dagcreme voor je gezicht. Van Pixi heb ik hier een oogcreme. Daar maak ik ook even een aparte categorie voor. Ik heb hier van E-Cooking een gezichtgel. Om je make-up mee schoon te maken. Van Olaz heb ik hier een serum. Catrice heb ik die hier ook nog eentje. Ik heb hier van Human Plus Kind Body. Oh, dit is dus een bodycreme voor je lichaam. Van Olaz heb ik hier nog een creme. En van Rituals. Oh nee, van Pestel of zoiets. Heb ik hier een hyaluronic capsule. Dus die is ook handig. Oké, nou zit alles dus in een categorie. Oké, dit is dan wat ik heb gedaan. Hier zijn alle gezichtcleaners. Daar zijn alle serums. Daar zijn alle crèmes. Hier zijn alle tonics. Hier zijn de scrubs en die strip. En dit is voor het lichaam. En ik weet even niet wat... Oh, en dat is een... oogcrempje. Dus dat is nou alles wat ik apart heb gezet. En hier zijn de 2 kleine producten die ik in een winactie ga doen. Die doen al gewoon al niet meer mee. Nou ga ik even bekijken wat van dit ik allemaal weg ga doen. We gaan beginnen met alles hier even. Want van die heb ik echt het meeste. Oké, dit zijn al mijn gezicht make-up remover crèmes. Deze van Garnier die ik net ook liet zien. Deze blijven er dus echt sowieso in. Even kijken, deze cleansing gel vind ik ook echt geweldig. Deze blijft ook. En de olie blijft ook. Die vind ik echt geweldig. Ook omdat ik een beetje een droge huid heb. Even kijken, ik denk dat ik die van Glam Glow ook hou. Die heb ik al 1 keer geprobeerd en ik vond hem fijn. Ik denk dat ik deze gel cleanser weg ga doen. Want ik heb vaker van die waterachtige gels geprobeerd. En ik hou niet echt zo erg van die formule. Dus deze gaat weg. Ik heb hier van Clinique ook. Ook eentje om je gezicht mee schoon te maken. Deze wil ik erin houden. Ik heb er hier 2 van Pixi. Ik vind deze collectie van hun, de witte, de Milky collectie, vind ik echt geweldig. Dus deze hou ik sowieso. En ik denk dat ik de andere van Pixi weg ga doen. Mensen, ik zie net, ik heb er dus hier 2 van Glam Glow. Maar dit is een scrub en een cleanser in 1. En dit is alleen een cleanser. Dus even kijken, ik ga ze wel allebei houden, want ik wil deze andere nog proberen. Deze vind ik al fijn. En dan heb ik er hier 2 van Sears en van Webacols. Dit is een gel, dus dat vind ik fijn. En dit is meer water, dus ik denk dat ik deze blauwe weg doe en de andere hou. Dan heb ik hier alle serums. Wat ga ik houden en wat doe ik weg? Ik heb er hier sowieso 2 van Pixi.
Eentje is voor 's nachts, andere is voor overdag. Dit is denk ik niet zo makkelijk, maar ik denk dat ik die van nacht hou en de andere weg ga doen. Deze van Catrice, ik denk ook niet meer dat ik die echt ga gebruiken, dus die doe ik weg. Eentje van de Ordinary is super fijn, dus deze hou ik. Die heb ik ook al gebruikt. Ik heb hier twee hyaluronic capsules-achtige dingen. Dus dit is basically gewoon de same. Dus ik denk dat ik de capsule gewoon weg doe en dan gewoon dit ding hou. Dan heb ik hier ook nog drie producten gehad van Olaz. Die is ook voor ouderdom. Dus ik denk dat ik deze aan mijn moeder geef. En deze doe ik in een winactie, de kleine. En de andere hou ik. Dan heb ik hier de twee body crèmes. En ik denk dat ik die gewoon echt altijd bijhoud. Want die heb ik niet veel. Ik heb er nou eentje die ik gebruik. En die is bijna op. En dan ga ik naar een van deze twee. Van Pixi is dit mijn enige oogcrème. Dus deze hou ik sowieso. Dan komen we hier aan bij de crèmes voor het gezicht. Zoals ik al net zei. Ik vind deze Pixi collectie echt geweldig. Dus deze hou ik. Ik heb hier nog twee van Pixi. Even kijken. Mensen, dit is niet makkelijk. Wacht. Ik denk dat ik deze twee kleine sowieso weg ga doen. Ook al is het wel handig voor op reis, maar we kunnen nu toch echt precies niks doen. Dus deze gaan allebei weg. Dan heb ik hier eentje van Webbekos en crème. Ik denk dat ik die hou. Ik ben er wel benieuwd naar. Ik doe hier deze doek weg. Ik denk dat ik deze allebei ga houden en ze allebei ga proberen. En dan zien welke ik het fijnst vind. Dan hier de scrubs. Die heb ik ook niet veel. Nou, deze strips, deze zijn geweldig. Dus deze blijven sowieso. Ik heb hier body scrub. Die is handig voor wanneer ik mijn lichaam bruin. Want dan gebruik ik altijd een scrub voor mijn lichaam. Dus deze hou ik. En ik heb hier een scrub masker van Yorgo B of zoiets. Deze hou ik ook. En dan nog de kleine. Ik denk dat ik die gewoon weg doe. Als laatste categorie heb ik hier alle tonics. Deze grote blijft sowieso. Dan heb ik er hier ook zo eentje achter in het klein. Dus deze gaat weg. Hier is er ook weer eentje van die Milky collectie die ik zo geweldig vind. Dus deze hou ik. Ik doe die van Clinique weg. Ik doe die van Carmée Meju of zoiets ook weg. En de andere twee houd ik er gewoon weg. In. Nou mensen, dit is het dan. Daar is dus wat ik allemaal hou. En dit gaat weg. Het is niet superveel. Maar toch is het wel iets minder als de helft. Dus een heleboel gaat weg. Wat ik nog niet heb gebruikt van die gaat allemaal in de winactie. En als ik iets zie wat handig is voor mijn moeke, gaat het naar haar. En als het al is gebruikt, dan gaat het sowieso naar haar. Dus ja, dit is dan wat ik allemaal nog heb. Nou mensen, dit was het dan. Zoals je kunt zien heb ik een boel. Omdat ik ook het meeste gewoon krijg in PR. Omdat ik dus video's maak. Skincare gaat echt nog slomer, nog trager op dan make-up, omdat het gewoon zo lang meegaat. Wanneer ik een gezichtscleaner gebruik, en ik gebruik hem echt elke dag, dan nog gaat die gewoon 3-4 maanden mee. En in die 3-4 maanden komen er ook weer andere producten en zo. Dus heel veel producten gebruik ik gewoon niet. En dan vind ik het gewoon zonde om het nog hier te hebben in mijn la, terwijl ik gewoon iemand anders er misschien blij kan maken. En heel veel werkt ook niet voor mij, want het is best wel persoonlijk. Het ene werkt wel voor een bepaalde huid en het andere niet voor weer een andere huid. Dus ja, op die manier. Maar ja, dat was het dus voor vandaag. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!